Yannick Pomba heeft namelijk het record voor wat betreft de marathon, het Surinaams record, verbroken. En dat gebeurde vanmorgen tijdens de Rotterdamse marathon. Aan Yannick heb ik gevraagd wat het voor hem betekende om het record te verbreken en hoe hij verder denkt te gaan. Dit heeft me wel geleerd van ik moet... ik moet met zo'n leeftijd geen marathon meer lopen. Ik moet later, dus na mijn 30ste, dan ga ik weer op de marathon. Want de top 10, de mannen van de top 10, die zijn wel wereldtoppers. Die Olympische medailles hebben en wereldkampioenschap ook hebben. En ook een paar belangrijke wedstrijden die hadden gewonnen en gelopen. Ja, dus bij mij, nu moet ik anders focussen op de 10 kilometer en Olympische speler en WK. Je hebt het record verbroken, dat was je doelstelling. Wat betekent dat voor jou en ben je tevreden? Ja, dus ik ben wel tevreden met de record wel, maar mijn doel was eigenlijk om, laat ik zeggen, onder de 3:30 te lopen. Dus laat ik zeggen, 3:27 en 3:28 zo. Op de 28, geen 28, op de halve marathon was ik nog ja, op een 2:29 tempo. Ja. Maar ik ben wel tevreden met die 2:31. Wat ga je nu doen? Ja, nu is het gewoon focus op de 5 kilometer en 10 kilometer. En nu is Rotterdam al voorbij, de marathon is al voorbij. En nu moet ik gewoon focussen op Parijs. Dat is 2024. Ja. Wanneer is je eerst volgende loop? Oh, daarvoor heb ik helemaal geen idee. Want met 1 mei ga ik sowieso niet meedoen. Oké. Okay. Ja, en in Suriname hebben we genoeg wedstrijden niet. En ik weet nog niet precies. Ik moet de kalender van SAB nog kijken. Ja. En als ik nu met wedstrijd mee ga doen, dan kan het zijn een baanwedstrijd van AK, van de SAB. Ja, en het kan ook een straatloop zijn, 10 kilometer en zo. Ja. Overigens, tot slot. Is het frustrerend dat je eigenlijk niet echt goede competitie hebt in Suriname, waardoor je kan optrekken? Ja, dat is wel vervelend, want als je een 10 kilometer van de eerste kilometer alvast wint, dan is het gewoon, dan moet je gewoon door blijven schommelen, want sowieso heb je de titel op je naam. Maar als je met echt snelle loper loopt, dan moet je sowieso struggelen. En als je met bepaalde, want kijk, vandaag mijn doel was om de record te verbreken. Ja, dus ik moest wel met een paar lopers op mijn tempo lopen. En ook, ik moet ook proberen loper in de buurt van andere loper te komen die sneller zijn dan ik. Ja, en dan sowieso gaat mijn tijd sneller worden. En dan ga ik sowieso op een goede tijd lopen. Op een goede gemiddelde. 2:31:44 dus. Het nieuw Surinaamse record op naam van Yannick Pomba. En het oud record stond op naam van Rajinder Patan. En die tijd was 2:39:11 gelopen op 27 november 2005 tijdens de Srividensi Marathon. Dus een record van, dat is 17 jaar oud, werd vandaag verbroken door Yannick Pomba.